Openbaar aanklager Astrid Niamat heeft vandaag in de 8 december hoger beroepszaak gereageerd op het pleidooi van advocaat Erwin Kanhai. Advocaat van de nabestaanden, Hugo Esset, vertelde tijdens de schorsing aan journalisten dat het een heel goed juridisch betoog was dat vandaag is gevoerd. Waarbij met name de issue van de voorbedachte raden en de issue van het medeplegen toch met jurisprudentie goed uitgerafeld is en daaraan gekoppeld is. De verschillende getuigenverklaringen die bij de krijgsraad en hier in het hoger beroep zaken die zich daar betrokken hebben, de feiten, keurig op een rij is gezet, dat er geen andere conclusie mogelijk is dan dat in ieder geval de verdachte Bouterse medepleger is aan 15-voudige moord met voorbedachte raden, uitgevoerd na kalm beraad. Met name heeft ze dat geconcludeerd op basis van het feit dat er meer dan voldoende tijd is geweest om dat de heer Bouterse heeft kunnen nadenken op wat hij van plan was en wat hij uiteindelijk gedaan heeft. Esset zegt dat de vervolging concludeert dat op 8 december 1982 er geen sprake was van een opwelling of een gemoedstoestand, maar van voorbedachte raden. Hoofdverdachte Desi Bouterse vertelde aan journalisten dat de zaak anders wordt opgediend dan het werkelijk is. Nou, ik heb er eerlijk gezegd niet over nagedacht. De NDP is een sterke organisatie, dat gaat verder. En als ze me oppakken, zou ik zeggen, rekenen ik er ook morellen hoe, dus als je maar voldoende voor me brengt. Dus die mogelijkheid bestaat? Die mogelijkheid bestaat? Ach, we hebben zoveel dingen gezien de afgelopen dagen en de afgelopen periode die onmogelijk waren, die toch mogelijk zijn geworden, dus why not? Bereidt u zich daar dan ook op voor? Oh nee. Zal u de laatste dag wanneer er uitspraak wordt gedaan in deze zaak aanwezig zijn? Als ik in de gelegenheid ben wel, ja. Bouterse zegt dat hij vandaag vroeg aanwezig was bij de zitting uit respect voor het Openbaar Ministerie en zelf wilde horen wat de vervolging te zeggen had over zijn aandeel in de zaak. De volgende zitting is op 31 juli.